Het is, er zit een luikje Vlaamse film. Daar heb ik lang over nagedacht, omdat het natuurlijk zeer moeilijk is. Zolang ik daar nog middenin sta, is het ten eerste moeilijk om daar wat afstand van te nemen en het juiste perspectief te vinden. En het is, het is ook een klein wereld. Je kent ook wel iedereen. Dus daar heb ik mij niet gewaagd. Ik heb het eigenlijk nogal, net zoals in het boek, efficiënt opgelost met een top 20. Een top 20 van de best bezochte Vlaamse films aller tijden. En wonderlijk genoeg geeft dat ook een heel mooie staalkaart van de verschillende genres en de evoluties die er zijn geweest. Dus eigenlijk, en het is ook altijd, en lijstjes werken al. Lijstjes werken altijd. Mensen gaan toch mee. Ja, amai, dat is op de, en wat staat er dan op die? Dus ook al weet iedereen dat Loft op één staat, dus echt spannend is het daar niet. Maar het is toch verrassend als je ze alle 20 op een rijtje ziet. Het vertelt eigenlijk heel veel over de evolutie van die Vlaamse film.